Goed luisteraars, we zijn inmiddels al een tweede uur van het weekend in. We zenden vandaag uit vanuit de kinderboerderij en we doen een uitzending vanaf 10 uur tot 1 uur. En wat kunt u het komende uur verwachten? Onze razende reporter Theo, Lucas en Renate Visser gaan gesprekjes aan met bezoekers van de kinderboerderij. We komen even met de cultuuragenda, wat draait er in de film en in de bioscoop. We krijgen een alternatieve weerman, heb ik begrepen, wat berichtjes uit de cultuur. En we gaan weer verder kijken wat hier allemaal op de kinderboerderij te doen is. En welke beestjes vind je het leukst? Grote konijntjes. En jij, Danny, wat vind jij leuk aan de kinderboerderij? Ook alles. Noem eens wat. Speeltuin. Ook 3 miljoen konijntjes. En paarden. Alles. Kom je ook bijna elke dag? Nou, niet echt vaak. Zou je vaker willen komen? Ja. En kom je ook wel eens met je vriendjes dan naar de boerderij? Ja, met Daan. Is dat je beste vriend? Mm-hmm. Dat is gaaf. Ja. En ga je ook nog een keertje mee helpen als vrijwilliger op de boerderij? Zou je dat leuk vinden? Ja, dat zou ik leuk vinden. En wat zijn jullie nu aan het doen? Ik zie jullie met een bak met eten. Kip aan het voeden. Nou, ik hoop dat ze een beetje honger hebben, de kipjes. Ja, ze zijn helemaal weg. Ik wil straks aan de hand van wat er op het bord aan groenten staat, gewoon met elkaar eens even lekker, wat kun je er allemaal mee doen? Hoe kun je het klaarmaken? Wat is er aan groenten? Ja, ik weet wel wat er mee kan hoor, dus dan gaan we een lekker menu samenstellen. Hij is de chef-kok van de groep, zeg maar. Oh, nou, dan mag hij het menu samenstellen, ja, hoor. Nee, maar dan kom ik even praten wat hier allemaal aan groenten en fruit... Oké, okay, ik kan gewoon in de en wat er in de kas. Zijn. Je bent daar in de tuin, hè? Ja, dan komen we je daar interviewen. Oké, okay, ja? Daar ben ik. Dan kun je vertellen wat er allemaal is. Dan roep ik wel, oh, dat is lekker, dan kun je dit mee of dan kun je dat mee. Ja? Cultuuragenda. Ja, dames en heren, in de cultuuragenda hebben we nu vanavond natuurlijk met ons specifieke bezoek aan de kinderboerderij. Tegenover ons zit Hans Hoeve en die gaat ons wat vertellen over een specifieke film die over de kinderboerderij, begrijp ik, of over dieren. Hans? Nee, we hebben een film gemaakt over de kinderboerderij. Waar we een film hebben om de kinderboerderij meer bekendheid te geven onder het Goudse bedrijfsleven. En toen hebben we Toverlind bereid gevonden om dat te doen. Die heeft dat gratis voor ons gedaan. Ze zijn er heel lang mee bezig geweest. En wij zijn daar heel erg blij mee. En die film die gaat naar het Goudse bedrijfsleven. En dan begrijp je wel waarom. Ja, nee, het is helder. We hebben in de uitzending al meerdere malen oproepen naar het bedrijfsleven gedaan. Want het zou toch doodzonde zijn als dit geweldige initiatief om financiële redenen terug zou moeten of zelfs zou moeten verdwijnen. Het zou een verarming van Gouda zijn, denk ik. Absoluut. Als de kinderboerderij verdwijnt. Hans, maar jij bent bij meer dingen in Gouda betrokken. Maar hoe kom je zo betrokken bij de kinderboerderij? Ja, hoe kom je in een bestuur? Je wordt gevraagd door mensen en je denkt daarover na. Over de kinderboerderij heb ik eigenlijk erg lang na moeten denken. Want ik denk, ja, dat is toch zal best een zware klus zijn. Maar dan kom je wat intensiever om eens even te kijken, eens met bestuur te praten. En dan krijg je toch een bepaalde liefde voor zo'n kinderboerderij. En kom je tot de ontdekking dat daar veel meer gebeurt op die kinderboerderij dan dat ik zelf ooit verwacht had. We staan hier bij het weerstation op de kinderboerderij. En ik ga praten met Frans Kingma. En Frans is een van de mede-oprichters van het weerstation, heb ik begrepen. Ja, in 1991 heb ik het weerstation opgericht. Omdat ik ineens van een wethouder 8000 gulden mocht besteden. Als ik direct kon zeggen waar ik het voor nodig had. Hadden we toen van die wethouders die gulden? Toen hadden we wethouders die dat deden. Die hebben we niet meer, hè? En ik hoefde dus niet te aarzelen, want ik had ergens anders een weerstation gezien. En toen is dat weerstation gekomen. Ik had alleen een probleem. Ik wist niks van het weer af. Ik ging toen op zoek naar mensen die een weerhut in hun tuin hadden. En ik stuitte op Gert Obertijn. En die kon mij helpen, want die wist veel van het weer. En toen hebben we samen besloten om de weerclub op te richten. Omdat het weerstation natuurlijk moet worden onderhouden. En het Goudse publiek op de hoogte moest worden gesteld van wat we allemaal met het weerstation constateerden. En wat kunnen we hier allemaal zien? Want dit is open, hè? Ook op het dak van de kinderboerderij zien we daar een windkrachtmeter. Ja, ik zie daar zo'n twee van die of drie van die eierdopjes draaien. Ja, die eierdopjes die draaien, dat is dan de windkrachtmeter. En dan zie je ook een klein pijltje ernaast. Dat is de windrichtingmeter. Ja, ja, ja. Want hier staat ook nog een tafel. Daar staat ook iets met temperatuur op. Ja. Hè?
temperatuurmeetstation. Want hier wordt ook de temperatuur gemeten. Want dit was dan de moderne manier? Nee, dit is ook... Ja, het is een beetje modern. Maar het om gaat is dat de temperatuur... is. Je moet even afspreken welke temperatuur je bedoelt. Want als we hier kijken naar deze tafel... dan zien we dus dat de temperatuur wordt gemeten op 160 centimeter onder de grond. Ja. Dus 1,5 meter diep onder de grond. 7 centimeter boven de grond. En dat is klomphoogte, hè? Ja, klomphoogte. En 80 centimeter boven de grond. En we zien dat in ieder geval 160 centimeter onder de grond de temperatuur lager is. 18,1 staat er. Precies. Heel toevallig is het tussen 7 centimeter en 80 centimeter hetzelfde. Hetzelfde op dit moment. Maar meestal hier verschillen. We hebben hier bij deze tafel is niet alleen bedoeld om die temperaturen te zien, maar eigenlijk vooral om naar de wolken te kijken. Ja, want er staat hier een wolkenspiegel en volgens mij is het gewoon een spiegel. Ja. Het is een beetje lastig om de hele tijd met je hoofd omhoog te lopen. Nu zien we toevallig een heerlijk zonnetje. Let wel, een zonnetje. Het is een zeldzaam verschijnsel deze week. Blauwe lucht. Maar het is handig om in de spiegel te kijken. Dan krijg je geen nekpijn. En dan kun je goed kijken hoe die wolken eruit zien. Of het überhaupt bevolkt is. En hoe het zich ontwikkelt. En wat je ook wel constateert is dat de windrichting... en de wolkenrichting niet hetzelfde hoeft te zijn. Want dat heeft met hoogteverschillen te maken. Ja, de hoogteverschillen kunnen anders zijn. Het lijkt meer een beetje op een... De atmosfeer lijkt een beetje op een kokende pan pap. Waar bubbels omhoog stijgen, maar ook in de rondte draaien. Van alles kan er gebeuren. Ja. Dus het is niet zo altijd dat de windrichting de wolkenrichting... Goed. Nou krijgen jullie bezoekers, krijgen jullie ook schoolklassen om over weer te vertellen? Ja, we krijgen schoolklassen. We geven dus lessen aan groep 7 en 8. Die gaan dan eerst een aantal natuurkundeproefjes doen, want weer is natuurkunde. Ja. En daarna gaan ze dus naar het weerstation, klassieke weerstation, elektronische zaken. En ze doen wat zelfmetingen. Dus basisscholieren zijn hier flink bezig. Frans Kingma, ik ga je heel hartelijk bedanken. Ja. En heel veel succes met de weerclub en het weerstation. Ja, en de mensen die dat technisch mogelijk allemaal in orde maken. Paul Vermaas hier staat en al de apparatuur. Goed houdt voor lessen en voor het publiek. Goed zo, dankjewel. Ja. Terug naar onze verslaggevers, naar onze presentatoren op de mobiele studio. Bij mij staat Gerrit Schouten. We zijn vandaag op de kinderboerderij in Gouda. Goedemorgen Gerrit. Goedemorgen. Vertel eens, waarom staan jullie hier vandaag met een uitzending? Nou, hoe is dat zo gekomen? De voorzitter van de Stichting Kinderboerderij de Goudse Hofstede was bij ons voor een interview in de locatie, in de radiostudio. En toen schoppen mij het idee erin, als coördinator van de Goudenstad, laten wij een uitzending op locatie doen, want ze hebben het nogal moeilijk qua subsidiekortingen. Tenminste, dat er bezuinigd wordt. En het zou voor Goudenstad ook een leuk idee zijn om dat te gaan doen, om meer naar buiten te gaan. Maar het belangrijkste is voor ons dat de kinderboerderij er bovenop moet komen. Er moet geld komen. En in combinatie van een podium te geven aan de kinderboerderij, hopen wij zo veel meer sponsors te krijgen voor de Goudse Hofsteden. Zodat ze meer geld eigenlijk gaan genereren om een toekomst te krijgen. En welke rol kan het algemene publiek, de bezoekers, daarin spelen? Hoe kunnen ze daar het beste doen? Nou ja, ik hoorde iets over een paspoort. Ja, er is een paspoort beschikbaar bij de kinderboerderij. Dat kan je kopen voor een bepaald bedrag. Dan steun je eigenlijk de kinderboerderij. En dan heb je, hoe moet ik dat nou eigenlijk zeggen? Ben je eigenlijk een soort van sponsor, maar een paspoort dat je toegang geeft tot de kinderboerderij. Het is eigenlijk meer iets niet iets fysiek, zeg maar. Maar je hebt meer dat het een goed doel is. En wat zou het bedrijfsleven kunnen betekenen voor de kinderboerderij? Nou, het bedrijfsleven kan sowieso veel betekenen. Het bedrijfsleven geeft heel veel sponsoring af aan allerlei leuke evenementen. Maar dit is een sociaals iets. Kinderen komen hier van kleins af aan. En ze leren hoe dieren leven, hoe de natuur in elkaar zit. Er is hier een weerclub, Gouda, die les geeft in het weer. Hoe ontstaat het weer? Hoe gaat het? Hoe komt het dat water? Als je daar een papiertje op doet, dat het blijft drijven. Of allemaal dat soort dingen. Waar komt hoge druk vandaan? Lage druk? Ja, dat wordt hier allemaal geleerd. Educatielessen. Er wordt hier gepraat over de fauna, de flora. En dan denk ik bij mezelf, dit is het begin van een leven, van een jong leven. Heel veel educatie, na school natuurlijk, wat ook heel erg belangrijk is.
dat moet dan gaan verdwijnen hier uit Gouda. Dat is niet de bedoeling. Dus kortom, de kinderboerderij dient als een soort pedagogisch doel voor kinderen waar ze leren over de natuur en over het leven op moeder aarde, zeg maar. En we staan hier dus vandaag eigenlijk om te promoten van mensen, kom naar de kinderboerderij, draag het een warm hart toe en steun de kinderboerderij financieel en qua bezoekjes. Precies, en we proberen ook te bereiken, nou, je ziet het om mij heen, er zijn mensen die hebben er aandacht voor en ja, hopelijk wij van Gouwestad die bieden daar de mogelijkheid, we geven het podium en mensen luisteren. En het is een leuke uitzending en we proberen ook ervoor te zorgen dat de kinderboerderij blijft bestaan. Nou, hartelijk dank Gerrit voor dit interview en veel succes vandaag. Ja, dankjewel.